relatief kleine groep 7 jaar en oudere stermerries. Vervolgens zullen hier een aantal kroonmerries verschijnen in dezezelfde ring 1. Eerste 7 jaar en oudere stermerrie 171, Xandra van Markzaten. De vader is Norbert 444. De moeder Tekla van Markzaten, een kroonmerrie van Theuis. Fokker, familie Hofstee in Gorredijk. En in eigendom bij familie van Westervoort in Lippenhuizen. De schofthoogte bedraagt 1,66 meter. ...171 tot en met 177. Die 7 jaar en oudere stermerries verwachten we hier in de vooropstelling. Voor de jury, ring 1, 172, Afke KW, Sport A, geboren in 2016, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Epke 474, uit een Marten 377, moeder, een ster sportmerrie, Kim van Stalotte, voorkereigenaar A. Klein en mevrouw KHG Wisman in Ruinen. En met een IBOP-score van 73 punten.
7 jaar en oudere stermerries, 177, Becky M. Ster dubbel A, geboren in 2016. Schofthoogte 1,64 meter. De vader is Challe, 454. Moeder Siebrich uit Amen, eveneens een ster. Dochter van Marten, 377. Fokker Christina Manea in Brescia, Judith Prahova. In eigendom bij D.A. Wiebinga in Oud-Woude. Met een IBOP-score van 77,5. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Hessel, 480. Moeder Weeltje A, model preferent en prestatie dubbel A. Moedersvader Theuis. Fokker combinatie De Vries in Wommels. En in eigendom bij J.B. De Boer en E.M. van der Woude in het Heidenschip. En ook deze Aaltje heeft een IBOP-score van 81 punten. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Challe, 454. Sport Elite, een preferent triple A. Moeder Jantina Floralien D. Een sterdochter van Eibert, 419. Fokker-eigenaar F. Dotinga in Sibranda Buren.
En uiteraard ook vanuit deze positie sluit ik me graag aan bij collega Dick Brummel. Die verzoekt om het middenterrein in elk geval ook ten behoeve van onze gasten op de tribune om het middenterrein zoveel mogelijk vrij te laten. ...174 hier in ring 1, Bernau van de Herdershoeve, ster sport triple A, geboren in 2016, schofthoogte 1,63 meter, de vader Johannes 484, sport elite triple A, de moeder Hilda van de Herdershoeve, ster sport, moeders vader standard 447, fokker en eigenaren F en J Herder in Wijnjewoude. En een IBOP totaalscore van 95 punten.
En dit was de laatste in de rubriek 6a. En dat houdt dus in dat we de groep zo terugkrijgen in de baan op talvolgorde. Voorlopige volgorde hier bij de 7 jaar en oudere stermerien, 174, 171, 172, 175, 177, 176 en 173. Ik herhaal 174, 171, 172, 175, 177... 176 en tenslotte 173. We gaan even de volgorde nog even aanpassen van deze groep. 140 roept op de correcte plaats. Dan komt nummer 139. 139 komt op de tweede plaats. Dan krijgen we op de derde plek 142. 142 op de derde plek. 143 op de vierde plek. Dus nogmaals, 140, 139. Ja. 142, 143, 144, 141 en 138. En dan als we het helemaal goed willen doen, dan zou 139 even voor 140 moeten gaan lopen. Want we doen het op catalogus volgorde. Ja, beste mensen, we waren erg onder de indruk van de kwaliteit in deze groep. En excuses voor het feit dat we enige verwarring hadden hier met de nummers. Maar de paarden staan goed en ik ga ze toelichten van boven naar voren, van boven naar onderen. We beginnen bij catalogus nummer 139... Dat is een hele rastypische merrie. Die beschikt over een royale schouderpartij. Die droog beenwerk heeft. Die ijverig en schrijdend stapt. Die voldoende ruim draaft. En een sterk achterbeen heeft. Deze merrie wordt vandaag kroon verklaard. Want ze heeft al een voldoende testresultaat. Dan gaan we verder met catalogus nummer 140. Een hele imponerende merrie die lang gelijnd is, goed in verhouding, veel statuur. Met droog beenwerk, die resoluut stapt en in draf met veel tact draaft. Met een sterk optreden, met veel zweefmoment en veel balans. Deze merrie heeft ook al een voldoende test, dus deze merrie wordt ook kroon verklaard. Dit 142 is een merrie die goed in verhouding is, met een goede bovenlijn. Merrie die droog beenwerk heeft, die losgelaten stapt en draaft met veel trit. Mooi gebruik van het voorbeen, legt daarbij goed het voorbeen uit, heeft souplesse. Deze merrie wordt voorlopig kroon. Catalogus nummer 143 is een jeugdige merrie die lang gelijnd en modern is. Merrie die actief stapt met voldoende tact en ruimte. Die heel functioneel draaft met een goede techniek en veel ruimte. Deze merrie wordt ook voorlopig kroon. Dan komen we bij catalogus nummer 144... Een langgelijnde, imposante merrie die misschien een fractie sterker mag in de rug. Beschikt over droog beenwerk, die met veel lichaamsgebruik stapt en ook veel ruimte in de stap toont, veel overstap. Die op eigen benen draaft met veel afdruk, een goed achterbeengebruik dus, en veel souplesse.
Deze merrie wordt ook voorlopig kroon. Ja. 141 is een merrie met veel behang, veel rasuitstraling, die een fractie sterker zou mogen in de bovenlijn. En het kruis is lang, maar vrij hellend. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen tonen. En in de stap zou het achterbeen iets meer mogen doortreden. De merrie heeft een goed achterbeengebruik in draf. Heeft ook voldoende ruimte in de draf. Ze wordt niet voorlopig kroon verklaard. Daarvoor zouden beenwerk en stap overtuigender moeten zijn. Catalogus nummer 138 tot slot is een mooie rastypische merrie die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Goed in verhouding, die wat meer kwaliteit in het beenwerk mag laten zien. En ook in de stap zou ze iets meer kwaliteit mogen laten zien. De draf is voldoende sterk, bedankt voor de presentatie, maar geen promotie naar voorlopig kroon. Nou, dus een hele mooie rubriek hier met 7 nieuwe kroonmerries. We feliciteren de eigenaren van harte met het behaalde resultaat. En ik zal even met mijn collega's overleggen. De eerste 2 gaan in ieder geval mee naar de kampioenskeuring. Dankjewel, Sabine. 5 nieuwe kroonmerries erbij, waarvan 2 definitief kroon en 3 voorlopig kroon. Volgens mij staat de ringmeester klaar. De linten zijn bijna geplaatst door de prachtige lintendames. De hoed gaat af. Jullie mogen een ereronde maken en deze merries mogen natuurlijk altijd even een applausje hebben. 140, 139, 142, 143 en 144 kroon en voorlopig kroon. En 141 en 138 natuurlijk ook ontzettend bedankt voor de deelname. Prachtige eerste premies der merries. Maar ja, het is niet voor iedereen allemaal weggelegd. Gefeliciteerd fokkers en eigenaren. Dan gaan we snel door met de rubriek 6b. In afwachting van het oordeel van de jury, wellicht nog een wijziging in de samenstelling van de groep zoals die op dit moment rondloopt. Goed, de jury is eruit. Dan geven we met alle genoegen het woord aan juryvoorzitter Piet Bergsma. Piet, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Onze eerste groep oudere stermerries, 7 jaar en ouder, zijn paren die ook allemaal al eens een keer door de molen zijn geweest voor het kroonschap. Maar een goede kwaliteit oude stermerries die zich goed hebben bewaard. Eén beweegt wat beter dan de andere. Ik heb dit samen gedaan met mijn collega's Jan Hellings en Wil Thijssen. Mijn naam is Piet Bergsma. Ik begin met nummer 171 en 174 zijn op catalogus waarde volgorde geplaatst. Ik begin met nummer 171, een paard misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Een lange verticale hals, goed geplaatst schouder, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben, een paard wat heel goed stapt en ook een, in draf een heel dragend goed achterbeen had. Die wordt vandaag kroon. Dan nummer 174, paard met een hele goede ibop. 9 voor de stap en een 9 voor de draf, dat zie je niet zo vaak. Paard met een edel hoofd, een hals die verticaal geplaatst is, goede schouderligging, voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is wat hellend. Paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Paard wat heel ruim in zijn stap is, ook hard en droog in de benen. In draf was hij opwaarts en een heel goed achterbeen. Paard wordt vandaag ook kroon.
Applaus voor deze groep. 3 kroonmerries. 171, 174 en 172. Verwachten we hier aansluitend rubriek 8a, de eerste groep van de kroonmerries. Dames en heren, even een ogenblik uw aandacht graag. Ik geef nog even het woord met betrekking tot de vorige rubriek aan jurywoordvoerder de heer Piet Bergsma. Ja, ik had gezegd dat ze uitgenodigd werden voor de kampioenskeuring, maar dat had moeten zijn voor de modelverklaring. Dus nummer 174 en nummer 171, u wordt vanmiddag wel uitgenodigd voor de modelverklaring. Een kleine correctie, sorry voor het... Verkeerde interpretatie. 146, Diana Hinke van de Mersken. Een triple A-merrie van Johannes. Moeders vader is Jisse. Fokker is Age Okkema uit Siegerswoude. En de eigenaar is N. Peters uit Leeuwarden. Eerste oudere kroonmerrie 189, Brecht van Gallinga-Staten, kroonsport dubbel A. ...192, Kiara S.R., kroon en sport, geboren in 2016, schofthoogte 1,67 meter. De vader is Alwin 469, sport preferent AAA, moeder Ibi S.R.,
ster en preferent. ...190 voor de jury. Kristal Jede, Kroon Sport AAA. Geboren in 2016. Schofthoogte 1,63 meter. Vader Alwin 469. Moeder Juwiel H. van Lutke-Pijem. Model Sport. En prestatie AAA. Dubbel A. Vader, moedersvader Tjalle 454. Fokker-eigenaar Stal Jede te Vledder. En met een IBOP-score van 84 punten. ...188, Albertje van de Munnekelene, Kroon AAA, geboren in 2016, schofthoogte 1,66 meter, de vader Vonger 478, moeder Harma van Boe Kleester, sterdochter van Andries 415, Fokker SD de Jong te Wiekel in eigendom bij Hendrik Eppinga in Oude Mirdum en voor zijn ABFP-test... 84,5 onder het zadel en aangespannen 85,5.
187. Alif S. van de Sprong, kroon triple A, geboren in 2016. Schofthoogte 1,67 meter. De vader, preferente sporthengst Beert 411. Moeder, Sille, ster en prestatie. Moedersvader Brent 413. Fokker Anita van Kempen Elbersen in Rijkenvoort en in eigendom bij Fleur van Kempen en Elle van Kempen in Rijkenvoort. En een IBOP totaalscore van 91 punten. Wat later gearriveerd, misschien dames en heren, ook u allen nog hartelijk welkom namens het KFPS bij de slotdag van onze centrale keuring 2023 onder werkelijk stralende omstandigheden. Donderdag begonnen, gisteren mooie resultaten, aantrekkelijke sport, 's middags ook in het matinee. En vandaag natuurlijk gaan we met z'n allen naar het absolute hoogtepunt van die driedaagse manifestatie toewerken. De presentatie van de nieuwe algemeen kampioen van 2023. Aan het eind van de middag. En we hopen natuurlijk dat u dat allemaal in opperbeste stemming met ons mee gaat beleven. ...147 draaft in baan 2. Douwine SG. Een dubbel A stermerrie uit de combinatie Johannes Maal Jasper. Gilliam Henraad uit Henraad is de fokker. En eigenaar is Pieter van den Berg uit Slappeterp. Nummer 147 draaft door de baan. Johannes keer Jasper. ...186, Wende van de Zunne, kroon, triple A, geboren in 2015, de schofthoogte 1,59 meter, de vader Alwin 469, de moeder Jasmijn 6, een sterdochter van Beert, fokker Johan Onderdijk in Zwolle, in eigendom bij Rosanne Palermo in Oude Mirdum. En een IBOP-score van 82 punten. Ook vandaag natuurlijk via de livestream thuis eventueel heerlijk relaxed voor het scherm kijken naar de beelden van de centrale keuring. To all our viewers from abroad, we like to welcome you and we hope you have a pleasant day and enjoy the Central Mare Inspection 2023. En je hoort natuurlijk links en rechts allerhande taal om je heen. Duits, Engels en zelfs begrijp ik dat we een gast uit Noorwegen hebben van de Noorse afdeling. And also to him a very warm welcome. ...185, Hilde van Plexat, kroon triple A, schofthoogte 1,62 meter, geboren in 2010.
De vader is zaken 449, sport triple A. Moeder Kirkje van Plexaat, ster preferent en prestatie. Moeders vader Beert 411. Fokker C. Schreuders in Brakel. In eigendom bij Johan Veenstra en de heer Wesley Teling in Tjumarm. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Tweede groep, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Op catalogusvolgorde de kopgroep van de eerste twee paarden, 149. Is een 5-jarige stermerrie die royaal ontwikkeld is. Met een royale schouderpartij. Die een lang kruis heeft, die misschien iets hellend is. Die met voldoende takt en ruimte stapt. En die heel goed op eigen benen draaft, zoals je het wil zien. De merrie heeft al een voldoende test en wordt vandaag kroon verklaard. Dan gaan we verder met catalogus nummer 150. Een merrie die misschien voor het mooie iets hoogbeniger zou mogen zijn. Wel beschikt over een goede bovenlijn en een goede kruisligging. Ze heeft een triple A-score behaald. En dat maakt dat ze een kleine compensatie in het exterieur kan doen. En daarmee wordt ze dan ook voorlopig kroon verklaard. We gaan verder met catalogus nummer 148. Is er als typische merrie met een goede romprichting, grote ramen, goede kruisligging. Een merrie die ruim en takmatig stapt. In de draf misschien iets meer oprichting zou mogen laten zien. Maar de merrie heeft ook al een goede test en wordt kroon verklaard. Catalogus nummer 147. Is een merrie die veel behang heeft. Merrie die een sterke bovenlijn heeft. Die actief en takmatig stapt. In draf veel buiging in de gewrichten laat zien. De merrie heeft al een voldoende test. En wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 145. Is een merrie die... iets royaler mag zijn in de rasuitstraling. Ook iets meer lang gelijnd mag zijn in de bouw. De merrie stapt met voldoende takt en ruimte. Draagt met voldoende zweefmoment. Maar mag daarbij het achterbeen meer onder de massa plaatsen. Helaas geen kroonverklaring voor deze merrie. Daarin zou ze in het exterieur iets royaler mogen zijn. Catalogus nummer 146 is een merrie met veel statuur, veel rasuitstraling, een hele fraaie voorhand. Langgelijnde merrie die met voldoende takt en ruimte stapt, die lichtvoetig draaft. Helaas is de beenstand linksvoor niet toereikend voor kroonverklaring. En dan catalogus nummer 151... Een hele imposante merrie, een royaal ontwikkelde merrie die sterk gebouwd is. Merrie die voldoende stapt en met veel vermogen en ruimte draaft. Uit de grond van ons hart vinden we het heel spijtig, maar in onze richtlijnen staat dat een C-lijn niet is toegestaan. En helaas voor deze merrie vandaag geen kroonschap. Catalogus nummer 152 is een jeugdige merrie. Met ruim voldoende rasuitstraling, die een fractie sterker zou mogen in de bovenlijn. Die je in de beweging iets meer zou mogen overtuigen voor voorlopig kroon.
Ook 153 is een voldoende jeugdige merrie die iets verticaler in de halsrichting zou mogen zijn, waardoor ze wat meer rasuitstraling krijgt. Wel een sterk gebouwde merrie. Merrie die in de stap iets meer losgelaten mag stappen en in draf in een hoog ritme blijft draven, daarbij meer ruggebruik mag laten zien. Bedankt voor de presentatie, maar geen voorlopige kroon vandaag. De paarden die wel gepromoveerd zijn, van harte gefeliciteerd. Dankjewel Sabine Zwaga voor de uitleg van deze 4 tot en met 6-jarige stermerries. En daarvan inmiddels 4 definitief kroon. 149 en 150 zien we vanmiddag terug voor het 4 tot en met 6-jarig kampioenschap. 148 ook kroon geworden, 147 kroon. En daarachter 145, 146, 51, 52 en 53. Ook dank voor de deelname. Het was een geweldige presentatie, deze groep. 4 tot en met 6-jarige stermerries. De tweede groep van vandaag. Fokkers eigenaren, van harte gefeliciteerd. Hier de voorlopige plaatsing van de eerste groep oudere kroonmerries. 190, 192, 187, 186, 191, 188 en 189. Ik herhaal.
196 hier bij de Kroonmerries. Wens van Surger Oort, Kroon, AAA, geboren in 2015, schoofthoogte 1,61 meter. De vader is Alke 468, sport AA. Moeder Rikst F.V., een sterdochter van de sportelite en preferente. Hengst Jasper 366, fokker-eigenaar R. Alkema in Zurich. Alwin keer Arjen in baan 2.194, Veerle SR, Kroonsport AAA, geboren in 2014, schoofthoogte 1,71. De vader Torben 466, Sport Elite AAA. De moeder Annemieke SR, Kroonsport AA. Moedersvader Onne 376, fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter te Nijbeets.
en een vrije IBOP-score van 83,5 punt. ...200, Yveske van JHV, kroon triple A, geboren in 2015, schofthoogte 1,69. De vader is Heike, 482, dubbel sport. Moeder Teetske van de Hameren, sterdochter van Fritsen, 423. Fokkereigenaar JH Veenje in Garijp, met een mooie score in de ABFP... Onder het zadel 84,5 en voor het aangespannen gedeelte 89 punten. Limburgers zijn ook buitenlanders voor het Friese. Dat zijn jouw woorden. Ja, dus jij durft er niet te zijn. Wiefke van het Skar, kroon dubbel A, geboren in 2015. Schofhoogte 1,60 meter. De vader Alwin 469. Moeder Van Ulkje, ster en preferent. Moedersvader Doortje 420. Fokker F. de Jong te Katlijk en in eigendom bij Franke de Jong in Sneek. En een IBOP van 77 punten.
De laatste kroonmerrie van deze groep, 197. Jikke van Eberveld, kroon dubbel A, geboren in 2015, schofthoogte 1,64. Vader Bartelen, 472, sport triple A. 155 voorlopig op kop, dan 156, 154, 157, dan krijgen we 158, 160, 159 en 161. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Dankjewel, Dick Brummel. Alweer de derde groep, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Overal weer een groep met zeer aansprekende paarden qua model. Op kop geplaatst, of eigenlijk op catalogus volgorde, de eerste twee. 155 is een merrie met veel statuur, die hoogbenig is, die voldoende jeugduitstraling heeft, die takmatig stapt, misschien nog iets meer losgelaten mag zijn in de stap, maar wel taktvast. Die goed van de vloer komt in de draf, met veel souplesse en veel kracht draaft. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Gaan we verder met catalogus nummer 156. Is een merrie met een heel edel hoofd, die veel uitstraling heeft, die wat lichter in de hals zou mogen zijn en in de hoofd-halsverbinding. Wel een merrie die een sterk gebouwd is met een goede bovenlijn, goede kruisligging. Merrie heeft royale hoeven en droog beenwerk. Stap is voldoende actief. De draf heeft een krachtig achterbeen. En als ze een beetje terugkomt in het tempo, kan ze het voorbeen mooi uitleggen. De merrie heeft al een voldoende test, zelfs een triple A-test, en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 154 is een aansprekende, correct gebouwde merrie, evenredig gebouwd met royale hoeven. Merrie die voldoende takt heeft in de stap. In de draf komt ze van de grond, vertrekt goed in de bochten, houdt ze haar balans vast. De merrie heeft al een voldoende test en wordt vandaag kroon. Dan gaan we verder met catalogus nummer 157. Een merrie met veel behang. Merrie met een heel hoofd met veel expressie. Die iets lichter in de hals zou mogen zijn. Een correct gebouwde merrie. Met een royale schouderpartij. Met hard beenwerk. Merrie die vlijtig stapt en hierbij het voorbeen goed wegzet. Met voldoende zweefmoment en voldoende ruimte draaft. Deze merrie heeft al een test en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 158 is een merrie met een voldoende sprekende voorhand, die in de bovenlijn iets sterker zou mogen. Voldoende droog beenwerk. In de stap zou ze iets meer mogen overtuigen. In de draf is ze lichtvoetig met een sterk achterbeengebruik. De merrie wordt niet voorlopig kroon, daarvoor zou de stap overtuigender moeten zijn. Catalogus nummer 160. Is een merrie met veel behang. Een merrie die beschikt over een sterke bovenlijn en een goede kruisligging. Zit sterk in elkaar. Merrie die over fijn droog beenwerk beschikt. Het achterbeen is wat sabelbenig. De stap sluit goed aan en is ruim en actief. In de draf toont ze veel ruimte en zweefmoment, maar zou ze het achterbeen directer onder de massa mogen plaatsen. Vandaag geen voorlopig kroon. Dan catalogus nummer 159, een jeugdige merrie die zich nog iets meer mag geven in de baan, iets meer tot ontspanning mag komen. Merrie is iets naar voren gebouwd en zou iets rijker in de rasuitstraling mogen zijn. In de stap moet ze de rust vinden en met name naar de draf kon ze daar meer ritme vinden. In de draf toont ze een goede techniek met veel souplesse. Geen voorlopig kroon helaas vandaag vanwege de stap en iets royaler in het exterieur. En tot slot, catalogus nummer 161
is een langgelijnde merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ze mag ook wat opwaarts gebouwd zijn en doet iets gerekt aan. En dat zien we ook terug in de beweging. De stap zou ze meer mogen doortreden met het achterbeen. Het achterbeen mag beter aansluiten bij het voorbeen. En ook in de draf zouden we graag zien dat ze meer in verbinding gaat lopen. Dankjewel voor de presentatie, maar geen voorlopig kroon. Gefeliciteerd deze rubriek met de behaalde resultaten. En de eerste twee merries zien we graag terug, 155 en 156, voor het kampioenschap. Dankjewel Sabine voor de uitleg. Helder en duidelijk. Voorlopig kroon nummer 155 en definitief kroon 156, 154 en 157. 155 en 156 zien wij vanmiddag terug voor het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Maar natuurlijk ook, onze dank is groot naar de nummers 158, 60, 160, 159 en 61. Bedankt voor de deelname. En dan gaan we snel door met de rubriek 6D. Gedacht om wat meer paarden mee te nemen naar de modelverklaring en daar de draf nog eens een keer weer te zien. Dus we geven ze allemaal nog weer een kans. Ik begin met nummer 197. Een paard met een edelhoofd, ietsje horizontale hals, wel veel lengte in die hals. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is ietsje kort en wat hellend. Paard wat in stap wel eens wat moeite had, maar in draf was hij opwaarts en had hij heel goed achterbeen. Wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. Dan krijgen we nummer 201. Ook een paard met veel front, een lange hals. Ietsje stijl schouder, zou in de bovenlijn misschien iets sterker mogen zijn. Een lang, iets recht kruis. Paard wat makkelijk stapt, ruim en actief. En in draf, dan zou je iets meer ruggebruik mogen hebben aan de hand. Maar het heeft hem wel bevestigd in de testen. Dit paard wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. 193, een paard met heel veel ras, een edel hoofd, lange verticale hals, goede schouderligging. In de rug zou je het paard ietsje sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou ook iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt. In draf zou je ook wat meer souplesse mogen hebben. Maar we zien hem weer terug in de modelverklaring. Ja. Nummer 195. Ook een langgelijnd paard. Edelhoofd, lange hals. Goede schouderligging. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Ook in de rug zou je het paard iets sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard wat ook makkelijk en ruim en actief stapt. In draf zou je ook wat meer ruggebruik mogen hebben. Maar we gaan hem ook even weer terugzien in de modelverklaring. 196. Een paard met een edelhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. De schouder zou iets meer lengte mogen hebben. Ruggensterk, ook een goed liggend kruis. Paard prima verhaal ook. Dankjewel Piet Bergsma voor je uiteenzetting met betrekking tot de uitnodigingen voor de modelverklaring later vanmiddag. Zes uit deze groep. In de eerste groep 4 stuks. Dat maakt totaalstand op dit moment 10 uitnodigingen voor de modelverklaring. En we hebben natuurlijk nog een groep kroonmerries te gaan. Uw applaus. En we zien vanmiddag hoe of dat zich vertaalt tot een voorlopig dan wel definitief modelpredicaat. Want er zijn natuurlijk verschillende merries bij die al ruimschoots aan de voorwaarden voldoen middels de IBOP of de ABFP. Dus dat wachten we met spanning af hoe dat vanmiddag zich gaat voltrekken in de hoofdring. Volgende groep kan zijn opwachting komen maken.
162 loopt in baan 2 bij de 4 tot en met 6-jarige stermeries. Jan A. van Suderlaan-Elene. Marcus K. Jasper. En de fokker en eigenaar is H. Dijnem uit Schraat. Nummer 162 in baan 2. Marcus K. Jasper.
het beste wat onze fokkerij te bieden heeft deze dagen te bewonderen hier. Deze schitterende locatie en ook nog onder schitterende omstandigheden. Wat een verschil met vorig jaar toen we hier en daar zelfs de jurytentjes vast moesten houden. Te midden van de stromende regen en nu de ene na de andere dag een prachtig zonnetje. Wat wil je nog meer? En dan ook nog topkwaliteit paarden. Veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Een heel gezellige schofthoogte 1,64. Vader Tjalle 4,54. Sport Elite Preferent Triple A. Moeder Maaike uit Amen. Ster Sport Preferent en Prestatie. Moedersvader Oege 2,67. Fokker A. Berkepies in Nooit Gedacht. En in eigendom bij de combinatie Emmens en mevrouw Berkepies in Nooit Gedacht. En een IBOP-score van 79 punten. Bijzonder welkom ook aan ons erelid Sietse de Boer, die ik hier vandaan signaleer. Jarenlang secretaris, penningmeester, toen nog combinatiefunctie van onze Koninklijke Vereniging, het Fries Paardenstamboek. Welkom Sietse de Boer, fijn dat je er bent in goede gezondheid. En we wensen ook jou een hele fijne dag toe. ...207 opgesteld... Amber RS van Top en Twel, Kroon Dubbel A, geboren in 2016, schofthoogte 1,66. De vader Sportpreferent Triple A Hengst, Alwin 4,69. Moeder Wiske RS van Top en Twel, Stamboek Preferente en Prestatie Mary. Moedersvader Brandes 3,45. Fokkereigenaren. De combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. En een hele mooie score in de ABFP van 81 punten. 170 in baan 2, Jitse. We stemmen uit de combinatie Beertkeer Norbert. Jack van Os uit Bergen is de fokker. En de eigenaren zijn J.A.R. van Os en mevrouw C.P.J. van Os, Tuurlings uit Bergen. Nummer 170 in baan 2. Beertkeer Norbert. ...204 opgesteld, Koba van de Hanebos, een triple A kroonmerrie,
geboren in 2016. Met een schofthoogte van 1,66. Vader, kampioenshengst Johannes 484. Moeder Lopke van de Olden met de Moten. Een dubbel A kroonmerrie van Norbert 444. Fokkereigenaar J.M.J. Wiersma Bos in Nieuwebrug. Met een IBOP van 84 punten. ...208 Amalia van de Heemstede, triple A kroonmerrie, geboren in 2016, schofthoogte 1,62. Vader Johannes 484, moeder Lady Nora van de Heemstede, ster en preferent, moedersvader Norbert. Fokkereigenaar J.G. Peek Lanser in Houten, met een fraaie 85 IBOP score. Tweehonderddrie
ietsje van het jaagpaard. Kroonsport AA, geboren in 2015. Schofthoogte 1,68. Vader Bartelen 472. Moeder Klazien van het jaagpaard. Ster en prestatie. Moedersvader Volkert 353. Fokkereigenaar M. Wiersma in E. Met een mooie score van 81,5 punt voor de IBOP. Gaan we verder met catalogus nummer 166. Is een merrie met een sierlijke belijning en veel expressie in het hoofd. Merrie die goed in verhoudingen is, beschikt over droog beenwerk, die actief stapt. Draaft met een mooi gebruik van het voorbeen, met veel houding, komt goed van de vloer. Deze merrie heeft al een test, zelfs een AAA-test. En wordt vandaag kroon verklaard. Gaan we verder met catalogus nummer 169. Het is een hele jeugdige, hoogbenige, moderne merrie die mooi gelijnd is. Merrie die beschikt over droog en fijn beenwerk. Die takmatig stapt en ook goed door de wendingen de tak behoudt. Die draaft met een mooi gebruik van het voorbeen. Kan nog wat aan kracht winnen. De merrie heeft al een voldoende IBOP. En die wordt daarmee vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 165 is een rastypische merrie die misschien iets onderhals toont. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, wel iets hellend. De merrie stapt makkelijk en draaft met een mooi voorbeengebruik. Moet achter iets blijven aantreden. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Ja, en hier ligt dan ook de scheidslijn. Catalogus nummer 163 is een jeugdige, behendige merrie die een voldoende bovenlijn heeft. Het kruis is vrij hellend. Merrie stapt met voldoende takt, maar zou het voorbeen wat verder weg mogen zetten. In draf heeft ze een goed gebruik van het achterbeen. De merrie komt niet in aanmerking voor voorlopig kroon. Daarbij zou ze in ras en bouw iets royaler mogen zijn. Catalogus nummer 170 is een correct gebouwde merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft, die een goede romprichting en een voldoende bovenlijn heeft. De stap die sluit voldoende aan. In draf blijft ze een beetje in een hoog ritme draven en zou ze meer tot dragen mogen komen voor kroonverklaring. Dan gaan we verder met catalogus nummer 167. Merrie met voldoende jeugduitstraling, die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ook zou ze iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. De vorminstand zou wat correcter mogen. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf toont ze een hoog ritme en zou ze meer ruggebruik mogen tonen.
Dan gaan we verder met catalogus nummer 162. Is een merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat geslotener mag zijn in de bovenbouw. We zouden graag meer kwaliteit in het beenwerk zien. En ook de voorbeenstand kan correcter. De stap is voldoende takmatig, iets gehaast. In de draf zou ze wat meer oprichting en balans mogen tonen. Dankjewel voor de presentatie. Geen voorlopig kroon. Tot slot catalogus nummer 168. Een robuuste merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. De romprichting zou iets opwaartse mogen. Een bovenlijn voldoende sterk. Lang kruis, wel iets hellend. Merrie zou meer gelijkheid van passen mogen laten zien in de stap. In draf wel veel zweefmoment, maar zou ze meer schakelend vermogen mogen laten zien. Geen voorlopig kroon. De voorlopig kroonmerries, van harte gefeliciteerd. We nemen de eerste twee paarden mee naar de kampioenskeuring. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze mooie groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Waarvan inmiddels 164 voorlopig kroon is geworden, 166 en 169 definitief kroon en 165 voorlopig kroon. Maar natuurlijk ook onze dank is groot aan nummer 163, 170, 167, 162 en 168. Ook jullie bedankt voor de deelname. Een hele mooie collectie paarden. Dankjewel. En een applaus. De volgorde bij deze groep kroonmerries die hier zo dadelijk binnen gaan komen. 205, 208, 204, 207, 206, 209, 202, 203. Ik herhaal ze voor u. 205, 208. 204, 207, 206, 209.
Daarna natuurlijk nog prachtige rubrieken. Kampioenschap merries voor de Friese Chase. Kampioenschap driejarigen. Model Défilé. En zo kunnen we nog even doorgaan. 4 tot en met 6 jaar kampioenschap. 7 jaar een oude kampioenschap. En dan gaan we natuurlijk ons opmaken voor het algeheel dag kampioenschap. Een volle middag, een vol programma. En we hopen dat het programma om en nabij 6 uur te kunnen afsluiten. De laatste presentatie van deze ochtend, beginmiddag. Dankjewel voor de presentatie. En dan gaan we naar de voorlopige volgorde van deze groep, rubriek 8a. Qua predicaatsverhoging is er niet meer wat te halen. Maar de beste kunnen wel meedoen voor het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar merries. En mochten ze daar kampioen worden, dan kunnen ze nog voor het algeheel dag kampioenschap meedoen. Ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Een prachtige rubriek met 4 tot en met 6-jarige kroonmerries. Een lust om deze rubriek te mogen gereren. De kopgroep wordt geformeerd door onder andere 179. Is een merrie met veel front. Merrie die voldoende opwaarts gebouwd is. Droog beenwerk heeft. Een merrie die opvallend goed stapt. Pakt veel bodem in de stap. Is resoluut in de stap. De draf heeft een goed ritme en veel houding. En we zien deze merrie graag terug in de kampioenskeuring. Ze is al kroon. Er is nog niks te behalen verder, alleen voor het kampioenschap. En om te laten zien natuurlijk. En van te genieten. Catalogus nummer 181 is een hoogbenige merrie met een sterke bovenlijn. Die ze in beweging, in de stap zou ze misschien iets meer losgelaten mogen zijn. Die stap is wel actief. Maar in de draf gebruikt ze die bovenlijn goed. Is het een powerhouse met veel afdruk. Ook deze merrie zien we graag terug in de kampioenskeuring. Catalogus nummer 178 is een hele jeugdige, moderne merrie. Die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie die vlijtig en takmatig stapt. Vergeten te vertellen, beschikt over keihard beenwerk. En merrie die in draf lichtvoetig is en veel vermogen en veel schakelend vermogen toont. Ook deze merrie willen we toch nog even graag een keer zien in de kampioenskeuring.
Dan tot slot catalogus nummer 183. Een merrie met veel statuur. Een grootramige merrie die helaas niet tot ontspanning komt in de stap en daardoor geen goede takt in de stap laat zien. De draf is fenomenaal, met een geweldig achterbeengebruik, veel elasticiteit, veel balans. Helaas, vanwege de stap zijn we heel blij dat ze hier was, maar we zien haar niet weer terug vandaag. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze vier prachtige kroonmerries. En we krijgen er daarvan drie terug voor het kampioenschap vanmiddag. Nummer 179, 181 en 178. Jullie zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. 4 jaren tot en met 6-jarige merries. En natuurlijk ook onze dank is groot aan 183. Een geweldige merrie. Dank jullie wel. We zien jullie vanmiddag terug. We gaan even een korte pauze houden. We starten denk ik even een muziekje op voor de gezelligheid. Het weer is misschien ook wel uitnodigend voor een biertje, een wijntje of iets anders. En dan gaan we vanmiddag genieten van een overvol middagprogramma.